De provincie op de verkeerde weg met de N69, zo heb ik het gedoopt, het verhaal. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat is het motto van mijn bijdrage in dit debat over de voorgestelde structuurvisie RO, deel E, grenscorridor N69, met een voorkeur voor de variant Westparallel 1. Deze variant wedijverde tot het laatst met andere variant, bekend als Westmidden 1. In principe lossen beide varianten het oorspronkelijke probleem, ik zeg wel het oorspronkelijke probleem van Van Hattem, van het doorgaande verkeer door Aalst-Waalre en Valkenswaard, zij het slechts gedeeltelijk op. En oplossen was de bedoeling. Toch is het oplossend vermogen van de Westparallel veel minder groot dan je zou verwachten. Ook voor de andere problemen die er nog zijn. Bij vergelijking van de alternatieven in het overzicht van het planmer lijkt het alsof de Westparallel beter scoort op punten als leefbaarheid en bereikbaarheid, lokaal en bovenregionaal, en Westmidden beter op de ruimtelijke kwaliteiten. Qua overige bereikbaarheid, technische haalbaarheid, kosten ontlopen de voorstellen elkaar nauwelijks, liggen binnen bandbreedtes. Bij het detailleren echter kunnen er nog hele grote verschillen ontstaan. En vandaar het amendement straks. Maar kijken we wat dieper in de materie van de bereikbaarheid, dan blijkt de West-Midden-variant veel beter te scoren voor oorspronkelijke probleemgebieden Aalst en Valkenswaard. Bijvoorbeeld het verschil in afname, het doel, van de West-Midden-variant is bijna 15.000 voertuigen ten opzichte van de Westparallel. 15.000 voertuigen. Daar staat tegenover een verschuiving richting Bergijk en Eersel. Zij het dat daar het verkeer niet door de kernen gaat. Wel dichter langs, en ook dat is een probleem. Kortom, een duivels dilemma. De Westparallel is een compleet nieuwe weg, eigenlijk de laatste stap in de ladder van Verdaas, al genoemd. Een schoolvoorbeeld van een 100% bestuurlijke NIMBY-oplossing. Precies tussen alle dorpen door, parallel aan de beekdalen van de Keers op een run. En dat zijn prachtige, authentieke Natura 2000 gebieden en te dicht langs Dommelen en Riethoven. Met problemen bij Veldhoven erbij. Kortom, een beroerde oplossing, zeker als er één, ook niet onomstreden, alternatief is, Westmidden. Zij scoort beter op de ladder van Verdaas, veel minder nieuwe weg, maar ook deels door recreatief gebied, maar als geheel beter scorend op de ruimtelijke kwaliteiten en zoals gezegd ook in oplossend vermogen van oorspronkelijke en nieuwe problemen, verkeersoverlast door vrachtverkeer, verkeer door de kernen. De gekozen voorkeursvariant die wij vooralsnog verwerpen is het resultaat van Elverdings brede belangenbenadering. In een bestuurlijk overleg van 25 partijen. PS hebben hier ooit voor gekozen, maar het is een misser van de eerste orde, waar wij ook schuldig aan. Geen participatie van alle betrokkenen, partijen die er niet horen te zitten, maar wel een stem hebben, gemeentebestuurders met blokkerend NIMBY-gedrag, etc. Dus wat te doen met een gebiedsakkoord dat niet door alle partijen wordt gedragen? En ik ben het dus met de evaluatie van deze benadering volmondig eens. De diepere motivatie voor dit project is niet meer het oplossen van verkeershinderen in de kernen van Aalst en Valkenswaard, maar de agenda van Brabant en haar uitwerking op ingeschatte bereikbaarheidsproblemen. Brainport, Elat, etc. Hier nekt ons een complete overschatting van nut en noodzaak van deze weg, zeker hun gebiedsontwikkeling, en een complete onderschatting van het aanzuigende effect van deze tweebaansweg, wellicht vierbaans, het is gezegd, naar en van de vierbaansweg in België. Het effect op termijn laat zich raden. Het is waarschijnlijk een slechte droom voor Willemieke Arts, maar een vierbaans Westparallel. Ik hoop het niet meer mee te maken, want ik zou me kapot schamen. En als we er later als oudjes langslopen, dan draai ik me misschien daarna ooit nog eens een keer om in mijn graf. Tot slot, de kosten. Het is zeer de vraag of hier ooit sprake kan zijn van een goede business case. We verwachten dat er geld bij moet als aan alle voorwaarden voor een goede gebiedsontwikkeling gehoor wordt gegeven. De hydrologische problemen zullen meer geld kosten, als ook de verbreding van de A67. Tunnelbakken en extra aansluitingen moeten er ook echt komen. 0+ maatregelen dienen straks echt uitgevoerd worden en daar zit in dat gebiedsakkoord geen garantie op. Daar kunnen ze onderuit. En dat nog wel in bezuinigingstijd, dus wat denkt u dat de druk is in die gemeentes? De HOV moet er komen. Ik ondersteun in ieder geval die motie. De gebiedsimpulsen kosten meer dan de 12 miljoen die nu worden afgedekt.
In afwachting van Europees geld. Ja, wie zegt dat we dat krijgen? Eerst een weg aanleggen en dan aan Europa vragen voor compensatie. Kom nou. Het is tijd voor een amendement dat beide opties nader onderzoekt. Bij deze bied ik u die aan.